Wel, 4 jaar geleden werd door dokter Gieselen plots ik opgebeld. Er was iets fout met mijn bloed. Ik moest dringend opgenomen worden in de kliniek. Mijn nieren. Nieren geblokkeerd. Ik had er nog nooit van gehoord. Gasthuisberg. Men heeft geprobeerd de zaak recht te trekken. En ik heb inderdaad nog 3,5 jaar kunnen leven dankzij medicatie. Maar nu ben ik verplicht om 3 keer per week naar dialyse te gaan in Mechelen. Wij doen hier een infoavond over orgaandonatie. Wij vinden dat als sociaal-culturele vereniging belangrijk dat er eigenlijk ook eens een dusdanig moeilijk punt aangesneden wordt in Weerde. Je kan heel veel op tv zien, maar hier kan je eigenlijk veel beter rechtstreeks mee in contact je vragen stellen. Iets wat op tv niet mogelijk is. Mensen zijn nog terughoudend wanneer dat de wet zegt dat eigenlijk iedereen bij overlijden of bij hersendood zijn nieren moet afstaan. Maar sommige families zeggen ik wil dat niet en dit en dat en hinder. Eigenlijk is het tekort aan nieren. Je hebt 8 maal meer kans dat je ooit een orgaan zal nodig hebben dan dat je ooit een zal geven. Maar orgaandonatie is levensbelangrijk. Is de doelgroep van de VZW hoofdzakelijk een jong publiek? Wij werken zoveel mogelijk met het jongere publiek, maar we hebben ook ouderen. Wij laten eigenlijk heel veel toe. Maar ik heb zo de indruk, oudere mensen, hun organen, daar zit wel een beetje meer sleet op als van de jongen. Of heb ik het mis voor? Of het nu 1 orgaan is van iemand van 90 jaar, of 5 organen van iemand van 20 jaar, alle organen zijn welkom. Hoe is het leven met een man die op een nier wacht? Dat verloopt nog vrij vlot natuurlijk. Je hebt bepaalde beperkingen, zoals door die nierdialyse. Je bent beperkt in je beweging. Je kan niet voor een aantal dagen weggaan. En je moet telkens rekening mee houden dat er tijdsbeperking is.